Dames en heren, van harte welkom terug bij Brewmaster. Wij gaan kijken wat voor jobs wij hebben, zodat we een biertje kunnen brouwen. Not available in this part of the tutorial. Daar word je gewoon echt fucking droevig van. Misschien is het omdat ik nog niet in het volgende seizoen zit. Ah yes, pick up the Brewers Quarterly Magazine. Yes. Do you know that what the best thing about brewing beer is? People want to drink it. Few folks in the world are more popular than a home brewer. I've sent you a copy of the Brewers Quarterly, a magazine run by the community's brew club. Blah, blah, blah. Complete a job. Okay. Oh, hier staan allemaal recepten in. Of nee, dit zijn de jobs. Eentje is straightforward, de andere is ook straightforward. De ene krijgen we beer tokens, de andere krijgen we minder beer tokens. Batch size small. 20 liter malt extract. Auw. Kom maar door. Wij moeten een American Pale Ale gaan maken. Oké. Nou, prima toch? Ik heb het recept heb ik gepint. Dus even kijken. 21 liter in een fucking bak. In de brewpot. Die doen we daar. Gooi het kraan maar open. Moeten we de troep nog even opruimen die ik hier heb staan? Corn sugar. Doe maar even weg. Doe maar even weg. Een fermentation container zetten we daar wel even neer. En die zetten we daar wel even neer. Voor de rest nog iets. Die mag weg. Zodat we in ieder geval met een schone lei te werk gaan. Ik heb er te veel water in gedaan. Kan ik pour into? Of een klein beetje eruit. Nou gaat dat gieten dan gelijk weer zo too much. Zo. Perfect. 21 liter. Jank hem daarop. Hoeveel moet hij? 21 liter into a container. Next. Malt extract to brew container. Ja, maar ik moet hem waarschijnlijk nog eerst koken. Zet maar aan. Koken. Malt extract. Malt extract. Malt extract. British hops. Base malt. Light malt moeten we volgens mij, toch? Light malt extract, 2,5 kilo. 2,5 kilo? Hemig. Was het 250 gram? Nee, 2,5 kilo. What the fuck? Zo. 1 en 2. Dat maakt 2,5 kilo. Dat moet ik er alvast in keilen? Of moet het eerst koken en dan erin keilen? Steepable grain ga ik anders ook wel vast eventjes voor kijken. Waar koop ik dat? Items can be bought in the catalog. Oké. Okay. Steepable grain to brew container. Ultra pale crystal. Item already owned? Really? Zit dat tering ding tegen me te liegen? Waar ligt die dan? Ligt die hier? Oh, die ligt hier. Oké, okay, hoeveel moeten we daarvan hebben? 400 gram. Alright. Die leggen we daar. Heat wort until boiling. Oh, fuck. Nou, kunnen we... Oep. Pour into. Gooi er maar helemaal in. Bla, 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 bla. Volledig, volledig, volledig. En... 2 kilo zit erin. Next. Oké, alle malt extract zit erin. Gooi ik die alvast eventjes weg. Zodat ze niet in de weg liggen. De steepable grain mag erin. Fucking irritant. Klik. En heat. Kan de deksel er niet op doen. Nou, moeten we gewoon wachten. En het... kookt. Nagenoeg. Alhoewel, kan hij nog tot de 100? 99, 100. Oké. Okay. Koken. Remove the steepable grain. Oké, remove. Leggen we daar even neer. Afvinken. Add hops. Shit. Add hops. En boil voor 50 minuten. Hops. De true moet ik hebben. Shit. En hops. Hops, hops, hops. Crystal malt. Hops, hops, hops. Oh fuck. I should have bought that one. Zet hem op pauze. Anders gaat het fout. True 20 gram moet ik hebben. Bye. En volgens dit recipe moet ik dit ook hebben. Bye. SoCal heb ik. Light malt extract heb ik. Corn sugar heb ik. Good, good, good. Oké, waar zijn die hops dan? Unpacked your purchased items. Oh, ze worden hier bij de deur bezorgd. Wat leuk.
Neem die kutdoos maar mee. Hoe? Open. Yeah, store all. Dank u. Snel. Quickly. We must return to our boil. 20 gram moet ik hebben. Die erin. En dat moet voor 50 minuten koken. Het is nu 14:23, dus dat maakt 15:13. En de Venatachi kan ik er ook alvast even bij pakken. Daar moet ik 50 gram van hebben. Zo. Die leg ik daar. Die gooi ik weg. Oké, tot 15:13. En dat is 50 minuten. Daar. En hops. En voor 10 minuten. Oké, het is 15:13. Dus 15:23 moet de Venatachi eruit. Of Venatchi, sorry. En dan moeten we... Oh, fuck. De true moet er nog in. We moeten dubbel in blijven. Er stond nog niet remove. Oké. Dus dit nog voor 10 minuten. En dat is voldoende. Dan remove de true. En remove de Venatchi. Fink, fink. Cool wordt tot 20 graden. Oké. Afkoelen. En transfer it to the fermentation container. Oké, dat is daar. Moeten we daar alvast even remove lid. Want dan kunnen we het overgieten. Wat moeten we daarna doen? Om de cool wort gaan we nu doen. Add yeast. De SoCal Ale. 150 gram. Die zetten we daar. Dat is letterlijk 150 gram. Wat moeten we daarna doen? Ferment at 20 graden. Voor 15 dagen. Nou, dit is een fermentation container. Oké. Ja. Ja, het klote is small batch. Maar dus ik heb het tijdens het koken verdampt er natuurlijk shit. En nu heb ik 18 liter. Ik heb geen 20 liter meer. Dus mijn fucking job is fout gegaan. Eenmaal afgekoeld tot 20 graden gaan we het overgieten. Dat is niet te gretig. Want dan valt het ernaast. Prima, prima, prima. Transfer to fermentation container. 17,10 liter. Excuse. Huh. Oké. Okay. Transfer to fermentation container. Yeast toevoegen. 150 gram. Giet, 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 giet. Dit kan gewoon in zijn volledigheid. Dus prima. 150 gram zit erin. Deksel erop. En 15 dagen wachten. Dan moeten we alvast corn sugar kunnen we klaarleggen. Corn sugar 170 gram. Yes, please. Oh ja, dat zit in een pakketje van 500 gram. Klopt. Oké. Ja, dan moeten we 15 dagen wachten. Complete. Nog een ingrediënt. Corn sugar. En dan moet die in een conditioning container. Waar heb ik een conditioning container? Plastic barrel? Is dat... Ah ja, dat is dit. Retrieve. Klop. Oh, dan moeten we dat hoogstwaarschijnlijk weer met die ene... Hoe heet het? Doen. Leggen we die hier neer. En dan met de tube, et cetera. Oké. Okay. De corn sugar moet worden toegevoegd. Dan halen we deksel eraf. Corn sugar erbij. 170 gram. Mm-hmm. 330 moet ik overhouden. Iets te veel. 182. Nou ja. Complete in een... Conditioning container. Dat is hier. Remove lid. Tube. Connect the tube. Connect the tube. En gooi maar open. En dan gaat alles over als het goed is. Dan gaat niet meer naar beneden. Het laatste beetje blijft erin zitten. Ah wel. Close the tap. Geef de tube. Die dicht. Daar de lid op. Dus normaal gesproken... Oké. Als je dus echt 20 liter wil. Want ik had echt spot on 20 liter in die emmer. En nu blijft er 17,4 over. Dus je moet eigenlijk altijd gewoon even wat meer hebben. Want ja, je gaat natuurlijk shit verdampen tijdens het koken natuurlijk. Oké. Transfer to conditioning container. Dat is dit. En dan moet hij conditionen voor 21 dagen. Eenmaal 21 dagen verder zou... Dit, als het goed is, goed moeten zijn. En dus nu moeten we het biertje proeven. En kijken of het daadwerkelijk iets is geworden. Taste beer. Yes.
Looking good, looking good. Even kijken of ik een beetje een American Pale Ale heb nagemaakt. De batch is wel klote. Clarity extremely hazy. Is dat oké? Okay? Het is aan de maltige kant. Maltig en zoet. Crisp en clean. Heel erg. Malty en sweet. Heel erg. En hoppy en bitter. Ook wel een beetje. Oké. Okay. Voornamelijk grapefruit en citrus wat ze proeven. De ABV. Alcohol is 6,5%. Bitterness een beetje aan de hoge kant. Mm-hmm. En het lijkt het meest op een American IPA. Nou, dat was volgens mij ook wel waar we voor gingen, toch? Some jobs can require you to brew a certain style of beer. To meet that requirement, be sure to select the style here. Though it will need to be one of the top 5 styles that best match your beer. Once you're done with packaging your beer, you can submit it to a job or return to the workshop if you choose the latter. The finished condition container will be placed in the keg rack or cellar for later use. We noemen het biertje bottle. Prima, doen we niks aan. Glas vind ik ook mooi erbij. Alhoewel, ik weet niet wat gebruikelijk is bij een IPA. Oh, dit is een IPA glas blijkbaar. Nou, dan moeten we die. Alright, zeg hallo tegen de Ipper. Een 6,5% biertje en zit 570 milliliter in een glasje. Een American IPA. Look at that fucking beauty. Abba, tutorial. To submit your beer to a job, it must match the requirements. Once a beer is submitted, it will be lost. But you'll get to keep a bottle of it for display. Dat is leuk, maar ik voldoe niet aan de 20 liter volgens mij. There are several ways to submit your beer to jobs on the job pages in your journal. By interacting with the finished condition container. And by opening the cellar, where you can also view blah blah blah. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah. Of the batch size is small. Oh, gewoon small. Oké. Okay. Use the ingredient dark malt extract. Ja, maar dat heb ik niet gedaan. En de SRM is tenminste 20. Ja, dat heb ik ook niet. Back to the drawing board. What the fuck hebben we fout gedaan? Ik zet hem wel eventjes hier naast die andere neer. Maar het is niet helemaal gegaan zoals bedoeld. Oké, okay, what the fuck is er fout gegaan? Dark matter moest erbij? Waar de fuck is dark matter? Oh, dark malt extract moest gebruikt worden. Welke had ik gebruikt? Geen idee. Maar ik heb nu de dark malt extract gekocht. Ja, die had ik net niet. Misschien was dat het ding. Er zit nog spul hierin. Kan ik dat schoonmaken? Er zit echt nog 0,8 liter iets in. I need to clean. Of moet ik een nieuwe fermentation container... clean item. There we go. Aba. Clean, clean, clean. Everything clean. Nou, gooi die maar aan en dan gaan we light malt extract. Nee, dat is dus waar het fout gaat bij de eerste malt extract. Daar moeten we dus dark matter extract erin knallen. Oeh, dan moet ik even mijn pakketje bij de deur ophalen. Anders gaat het niet goed. Dank u, dark malt extract. En daar moet ik 2,5 kilo van hebben. Alhoewel, ik doe wel gewoon een potje van 3 kilo en dan giet ik er 2,5 in. Maar een van die vereisten van die job was een SRM van 20. One of the methods of measuring beer color is the standard reference method. This color grading system goes from pale, of pale yellow, one SRM, to all the way black 40+. The ingredients of beer determines its color, especially the grains used. Oké, maar ik denk sowieso de dark malt extract dat hem al sowieso donkerder maakt. We hadden de vorige keer gewoon een verkeerde malt extract erin gegooid. Dus ik denk dat het daar fout ging. Oké, okay, ik heb best wel veel van de ingrediënten heb ik nu al klaarstaan. Dus we kunnen echt gelijk al zo'n beetje doorrachen. Ja, dat is te veel. Stop eens. Ik heb het laten overvloeien. Even een klein beetje eruit gieten. Ik kan niet gieten. Doe maar 22 liter. Ja. Stop pouring. En die. Die doen we daar. Dan doen we vervolgens de malt extract erin. En dat is 2,5 kilo. Ba, ba, ba. Dus moeten we nog 50 natuurlijk overhouden. Oké, okay, voorzichtig gieten. Ah, dat is te veel. Ah, valt mee. Valt mee. Valt mee. Valt mee. Valt mee. Mijn pot gaat overvloeien.
Oké. Maar die heb ik in ieder geval daar. De Ultra Pale, die doen we erin. En dan koken. Koken tot 100 graden en dan remove steepable grain. Nou, dit kan nog wel een eeuwigheid duren. Dus we gaan even kijken wat we ondertussen nog nodig hebben. Daarom moeten we de hops, dan moeten we true en wanachi. Dan afkoelen, dan in de fermentation container. Dan de SoCal ale toevoegen, die heb ik hier. Dan uiteindelijk suiker. Ja, oké, dan zitten we voorlopig wel even goed. En de tyfusbende is aan het koken. Nagenoeg. Dat 0.01, kom op. 0.01, there we go. Remove die. En dan add hops. True. Voor 20 graden. Of 20 gram. En dat moet voor 50 minuten erin. Het is nu 8:30 ochtends. Dus 9:20. Oké, dan voegen we de wenatchi toe. Hats. Die en die. Dat moet voor 10 minuten. Oké. Dus 9:30. 9:31. Oké. Dan remove de hops. Die daar. Daar. En dan moet die afkoelen. Tot 20 graden. Dat is een flinke batch. Oké, dan moet het uiteindelijk in een fermentation container. Daar halen we alvast de lid van af. Corn sugar moet erbij. Die hebben we nog. En dan moeten we ook zo'n andere kast hebben. Een plastic barrel. Daar mag je dan zo direct in gegoten worden. Oh, ik weet, denk misschien ook, waar de helderheid aan verloren ging bij het vorige biertje. Ik had de pot had ik helemaal niet schoongemaakt. En ik zie nu echt aan de zijkant dat er echt best wel wat troep blijft zitten. Don't blame me. Don't blame me. This is my first time, okay? Oké, stop poring. Die ga ik wel even gelijk schoonmaken. Lekker schoon, mooi, mooi, mooi. Het zit in de fermentation container. Dan moet de SoCal ale moet erin, 150 gram. Gewoon gieten, gewoon in één keer. Gooi alles er maar in. En dan moet het fermenteren voor 15 dagen. Goedemorgen, bent u gefermenteerd? Yes, add other ingredients. Corn sugar voor 170 gram. Oké. 170 gram. Bijna. Dat is 180. Prima. Die weer dicht. En dan moet het in de conditioning container. En die staat hier. Halen we daar de lid vanaf. De tube. Moet ik de tube ook nog schoonmaken? Nee. Blijkbaar niet. Connect. En connect. Oké. Open de tab. En now we wait. Totdat het overgeschakeld is. Is er niet ergens anders een plek of zo waar ik het hoger op kan zetten? Maar hier zijn ook nog plankjes waar je biertjes kan zetten. Wat leuk. Wat leuk. Oké, er blijft altijd inderdaad een beetje undissolved. Maar alles zit er zo goed als in. 18,3 liter. Dat is lekker. Detached tube. Die is dicht. Daar mag de deksel op. Conditioning. En dan moet het voor 21 dagen moet het conditionen. Nou, oké. 21 dagen verder pakken we dit kudding en dan kunnen we het gaan proeven. En ik geloof dat we dan wel een beetje goed zitten. Taste beer. Kijk, die mooie donkere kleur. Dat is een IPA. Lekker. Een 163 SRM. En we hadden maar 20 nodig. Lekker, lekker. Wel extremely hazy alsnog. Malt en zoete kant, crisp en clean, minder. Heb ik het idee? We hadden die 10. Maar nu zien we meer malty en sweet. Oké. Grapefruit nog steeds, de leidende factor. Plus citrus. ABV, minder. Ik had hem op 6.5 en nu is hij 6.16. Oké. Body very heavy, yes. Contamination, wat is dit? The amount of off flavors in your beer. The lower the contamination, the higher the quality of the beer. Contamination can be reduced by good brewing practices, such as leaving the lid off when boiling wort, so that unwanted chemicals can escape. For a full list, see the contamination article in Brewpedia. Nou, vind ik alsnog 5.4 is volgens mij aan de lage kant. Kan vast nog wel lager. Het lijkt het meest op een American Stout. Oei, dat is niet de bedoeling. Het lijkt het minder op een IPA.
Oei, maar het staat alsnog in de top 5, dus ik mag die titel alsnog wel gebruiken. Dus dat gaan we dan doen. En we noemen hem de Two-Tipper. Of de Two-Ipper. Two-Tipper doen we wel gewoon. Ik vind hem mooi zo. De Two-Tipper. 6.2, 570 milliliter. Netjes. En we zijn voldaan, of we hebben voldaan aan alle eisen. Het is een batch size small, use ingredient dark malt extract en een SRM van 20 minimaal. Submit, dikke vette bonus, mastery, klein beetje omhoog. Van novice naar homebrewer. En we hebben beer tokens erbij, daarmee kunnen we nieuwe dingen aanschaffen. Ah, lekker, lekker eerste klus. Ja, goed zo. Tutorial complete. Congratulations on completing your first job and finishing the tutorial. What's next? It's up to you. Okay. De Two-Tipper gaan we even naast de Ipper zetten. Alt C. Mijn collectie aan biertjes wordt compleet. En de volgende job die er is. Nou, we hebben de eerste complete. Dan hebben we Sensational Citrus. Een batch size small flavor note citrus en een IBU van 20. Jeff's tip, the recipe for American Pale Ale extract has the required citrus flavor note. Geen idee wat de fuck we daarmee bedoelen. Wellicht voor een andere keer. Dames en heren, bedankt voor het kijken. Twee video's daarnaast mij. Maak er vooral gebruik van. Zie ik jullie graag de volgende keer weer. Tot ziens.